Hey Blokkie Gamers, welkom allemaal bij een gloednieuwe aflevering van Farming Simulator 19, La Baume. Of La Baume, het is Frans. La Baume. Nou ja, dat. Welkom jongens, we zijn weer teruggekeerd op de boerderij hier zo. We hebben natuurlijk onze machtige staartje, onze geweldige kever en onze machtige stijker. Zo, dit boertje hier zo, pardon. Hey, ik had de vorige keer aan jullie gevraagd met hoeveel geld we morgen beginnen. Nou, we hebben momenteel nog 466.000 euro en mensen die zeiden dat een startbedrag van 50.000 euro wel op zijn plaats was. Ik had veel te veel, dus ik denk dat ik dit geld eraf ga halen en dat we 50.000 euro gaan doen. Want ik weet niet meer wie dat zei, maar er was iemand die zei dat en er waren behoorlijk wat likes op de vorige aflevering. Dus als dat naar boven komt en mensen geven een like, dan zijn er heel veel mensen mee eens. Dat is het mooie in de reacties. Dus dan gaan we dat vandaag doen. Dus we doen eerst min 466 en dan doen we er 50.000 bij op. 50.000 euro. Zo. Even voor het volgende. Mensen die vroegen ook van Lars, hoe heet die mod met die kruisjes? Nou, die mod met die kruisjes is de Simple IC mod. Die staat in de mod-up. Niet bij elke trekker werkt het, want bij de Steiger werkt het ook niet. Dus ja, dat wordt een beetje lastig. Bij de Steiger werkt het wel. Maar bij de Steiger, bij de Case werkt het niet. Dus daar weten jullie het vast. Maar wat wij wel gaan doen is oogsten. En we hebben namelijk nog een veld. Dat is dit veld. Je zou eigenlijk haar zeggen, die koe wil gaan verkopen. En bijvoorbeeld, kost die maar 7.000 euro. Wacht even, wat zit daarop? Wat is dat? Mais? Nee, hè? Zonnebloemen. Kak. Dan moeten we een andere bek huren. Het kan wel. Maar dan denk ik dat we dit veld dan gaan verkopen. Ik wist niet dat dit veld zo goedkoop was. 7.000 euro. Dan kopen we die. En dan hebben we een nieuw veld. Pff. Dus dan doen we het op die manier. Dan wil ik ook bemesten. En wij moeten dan een andere bek hebben. Hij is nog niet klaar. Maar ik hoop dat we nog een klein beetje kunnen... Dat we het nog een klein beetje kunnen bemesten. Die eraan. En dan gaan we beginnen. En die. Dus ja, misschien dat jullie nu zeggen van... dit is wel heel erg een beetje cheaten. Maar goed, dat veld was wel heel erg klein. Ik wist niet dat het veld zo goedkoop was. Mensen die waren het eens met 55.000 euro. Dus dat doen we het ook. Dus dit veld hier links van ons... Kunnen we dat eigenlijk nog bemesten? Even die door. Het is 0%. Kunnen we dit bemesten? Het ziet er wel een beetje stom uit dat ik nu met zo'n dikke trekker hier doorheen ga. Dat is niet helemaal realistisch. Dan moet ik eerst dunne bandjes erop doen. Zo, eerst even dunne bandjes doen. Dat is wel wat. Wel wat realistischer. Dan doen we er even dunne bandjes op en dan hoop ik dat we dit veld kunnen bemesten. Ik wil toch eventjes proberen. Ik kom eventjes omhoog. Als ik nu dit doe. En dan stap ik even uit. Ja, het werkt. Het kan dus wel. Dus dat is een goed teken. Ik moet alleen even dunne bandjes erop doen. Want ja, het ziet er een beetje stom uit. Want het gewas is al behoorlijk hoog. En om dan nog... met dikke banden en zo te gaan oogsten, vind ik ook met zoiets. Ik hoop dat ik de workshop tabber heb geïnstalleerd trouwens. Dat is eigenlijk een probleem. Moet hier even... Oh, kut! Oh, foeilaars. Wachten totdat de deur los is. Juist. Ja, ik moet er zus een beetje aan wennen. Kijk, configurein. Kunnen we dunne bandjes hierop doen? Zal wel niet, denk ik, hè? Trelleborg. Oh jee. Yeah. Oh. Ja, dit zijn niet helemaal dunne bandjes, maar hier. We hebben zelfs nog kouwer 2,5 meter. Is dat een idee? Het zijn niet echt dunne bandjes, als ik heel eerlijk ben. Kouwer 2,25. Oh, wat een bandenopties heb je, ja. Waar staat die nou? Die dunne bandjes. Die.
2,5 meter uit elkaar of normaal? 2,5 meter. 2,5 meter is meer voor aardappels, dacht ik, hè? 2,25. Laten we die doen. Configureren. Moet die even aankoppelen. Deur is nog wel open. Hartstikke top. Oké, dan kunnen we in ieder geval even het veld bemesten. Want we krijgen ook elk moment krijgen we ook regen, denk ik. Dus dan kunnen we sowieso niet oogsten. Maar dan kunnen we in ieder geval al wel een eventueel zo'n bek kunnen we al vasthalen. Ja, en in de reactie stond ook van Lars, is het misschien niet leuker dat jij meer in first person gaat zitten? Of third person? Ja, een first person probeer ik zoveel mogelijk. Maar goed, ik wil ook een beetje ander beeld ook voor jullie hebben. Want als je constant binnenaanzicht hebt, ja, dat ziet er ook een beetje stom uit. Dus dan doen we het even op deze manier. Zo, het ziet er, ja... Ik ben er toch niet helemaal mee eens om dit zo te bemessen. Want moet je kijken, die dingen die zijn hartstikke lang. Of hartstikke hoog. En we rijden er gewoon door en er gaat niks kapot. Dus is het een idee? Voor mij staat het ook zelfs aan, dacht ik, of niet? Ik dacht dat ik dat al aan had staan. Dan moet ik zo even kijken samen met jullie. Voor mij heb ik dat aanstaan. Crop destruction. Ja, kijk, dat staat wel aan. Het ziet er alleen een beetje weird uit omdat we dunne bandjes hebben. Maar het staat wel aan. Dus, ja. Eigenlijk zouden we dit de volgende keer niet meer mogen bemesten. Want het gewas blijft nog intact, maar we rijden hartstikke kapot. Dus, nou ja, goed. En het is ook niet helemaal 100% bemest. Dat is op zich nog niet zo heel erg. En dan moet nog eventjes een prijs vinden om die boerderij daar te kopen. We hebben hem al gekocht. Maar het is wel leuk om het daarmee bezig te houden. Dat we toch een doel hebben om die boerderij te kopen. Want op een gegeven moment wil ik natuurlijk wel naar, naar dieren toe. Nou ja, kippen zouden we alvast wel kunnen kopen. Deze map is niet zo uitgebreid als Hoofdwerkman. Of de map die we nu streamen op Twitch. En wat ik afgelopen dinsdag heb gestreamd. Champ de France. Is niet zo uitgebreid als deze. Met, weet ik veel, met een koeien insemineren en weet ik veel wat. Maar goed. Misschien is het een idee om kippen te kopen. Dan moet ik eigenlijk moeten we dan een kargie hebben. Voor achter de auto of zo. Of achter de trekker, dat kan ook. Dat we de kippen ophalen. Want we doen een realistische serie en het regent al. Het is een realistische serie, dus we mogen niet zo via het paneel mogen we niet zo de dieren bestellen. Die moeten wel echt zelf ophalen. Nou, ik weet niet of ik alles heb bemest. Eens even kijken. Zal wel niet. Zal wel heel succes vergeten ofzo. Oh, hier nog een stukje vergeten en daar. Maar dat is niet zo erg. Nou, dan brengen we deze terug en dan is het misschien wel leuk om misschien een ga ik even in de mod op kijken of er een trailer is voor de auto. Zo niet, dan gaan we gewoon met de trekker die kant op. Dat is op zich ook niet zo heel erg. Maar het is wel geinig om de auto natuurlijk ook te gaan gebruiken, hè. Oh, er zit hier een collision in. Hoe is... Dat hebben jullie niet gezien. Nou, het gaat dan wel lekker met de realistische zierlaars. Oh, domme. Die eraf. Motor uit en dan ga ik eventjes in de motor kijken naar een trilletje. Oh ja, en we kopen hoe heet het? Een trilletje. Een eenasse van jullie wat mooier. Ik weet zo niet waar die tussen staat. Een eenasse kopen we omdat dat toch wat mooier is. Vanwege, omdat het een oude auto is. Ik weet niet waar die staat. Of staat hij hier bij die blaaien? Die blaaien. En dan met een... kunnen we die aanpassen? Anders moet ik die even wegdoen en even de eenassen aanzetten. Kom goed, ik zie jullie zo weer. Right. Nou, ik heb in ieder geval eventjes een hartstikke mooi trilletje gevonden. We kunnen er ook dingen in kwijt. Dat is wel heel erg leuk. Ik weet alleen niet waar die staat. Wat is dit dan voor ding?
Granary Shellpoint? Geen idee. Ik heb een heel mooi trilletje gevonden. Ik weet geen idee. In ieder geval, hij staat onder het merk Lizard. Dat merk bestaat natuurlijk niet, maar... heel mooi kargi. En dat is... Als die even terechtkomt... Jezus, wat een lizard veel. Waar is dat kargi? Kijk, hier. De BSX 950. Daar kunnen we zelfs nog dieren in kwijt. Volgens Modhub. Dus dat is wel mooi. Dit is een mooi kargi voor de auto. Reservewiel. Ja. Laderrek. Laderrek plus reservewiel. Working speed 110 km per uur. Ho is. Afdekshell. Kun je ook nog moderne wielen. Tweedehandswielen. Heavy duty wielen. Nee, tweedehandswielen. Dat past perfect. Perfect bij de ding. Maar als het goed is, zouden hier dus, vraag me niet hoe, maar er passen hier. Er passen hier kitmen. Blijkbaar. Geen idee, maar het moet kunnen. Kijk, je hebt hier transportversie. Er zouden, ja, 3 schapen gaan erin, 2 varkens. Ik weet niet hoeveel kippen erin gaan. En als we geen kippen kunnen kopen, dan heel een probleem. Laderrek plus reservewiel. En dan wil ik tweedehandswielen. En dan moet ik eigenlijk een beetje in de kleur, in een beetje in een oude kleur. Laten we die zo doen. Nou, dan kopen we deze. Dan gaan we met de auto die kant op. En dan gaan we eens even kijken of we dieren kunnen meenemen. Kipjes, dat is misschien wel leuk. Kijk, want hier doet hij het ook niet. Om die deur open te doen. Dus dat is wel jammer. Hartse flats. En iemand zei... ja, er zijn zoveel reacties, jongens, op de vorige aflevering. Super tof. Ja, dat bruine pad, dat schijnt korter te wezen. Maar goed, dan komen we zelf achter. Want het dier, ik weet niet waar het dier... De vijandlaar, die is ook vlakbij. Dus we gaan naar links. En we halen dat karretje op. En dan hoop ik dat we daar kippen in kwijt kunnen, zo niet. Hebben we een klein probleempje. Maar goed, het is niet zo erg. We hebben wel een heel mooi karretje. Het is eigenlijk zo, als ik erg realistisch wil doen, dat ik alleen dingen mag kopen als ik daadwerkelijk zelf naar de winkel rijd, natuurlijk, hè. Dat ik niet P mag gebruiken, maar dat ik zelf naar de winkel moet rijden om überhaupt wat te mogen of kunnen kopen. Dat is ook een idee. Maar, we zijn bij de winkel. Ik heb de tijd eventjes ietsje sneller gezet. Als het goed is de dinges ook klaar. De... Hoe heet het? De zonnebloemen. Dus we moeten hier sowieso nog een keertje in. Voor de dinges. Iets verder naar achteren. Voor de... Combine. Slang eraan. Dan moeten we eerst even big bags hebben. Als het goed is kunnen wij ook van die hele kleine zakjes kopen. Als het goed is voor qua... Kijk, single bag, zie je? Seeds, sugarcane, lime, fertilizer, manure, chicken food bag. Kijk. Is dat mooi? Zit 50 liter in, nemen we een paar zakken meer. 1, 2, 3, 4... 5. Kijk, dan hebben we 5 zakken. Die kunnen we in principe weer op het dak plaatsen. En dan hoop ik dat de kippen in die trailer passen. Zo niet, ja, dan moet ik het toch op die manier doen. Je kunt de dieren mee verplaatsen in ieder geval. Dus ik ben benieuwd. Kun je überhaupt kippen bij de veehandelaar kopen? Ik weet het niet eens. Ik doe het altijd via de dingen zelf, hè. Ik ga nooit zelf naar de... Naar de veehandelaar. Nou, hij is niet zwerg. Zo, spanbandjes erop. Alle 3. Even kijken, alles zit vast. Ja, dat zit vast. Kijk, dat past toch perfect. Ik vind het mooi. Nou, op naar de veehandelaar. Die zit hier linksonder. En kijken of we kippen mee kunnen nemen. Hier moeten we dus zijn. Dus we doen even het officieel, hè. Gevaren liggen aan. Dan moeten we daar in de trigger terechtkomen. Ik hoop zo dat we kippen mee kunnen nemen. Oh nee, er moet geen tarwe in. No! Wacht! Kakzooi. Small henhouse, kuurstal, schaap. Nee, heer. Gadverdarrie.
No, dat is een tarwin. Oh, come on. Wat is dit nu weer, hè? Ik wil die allemaal los hebben. Dan gooi ik ze wel even hierna. Dan doe ik ze straks wel even de bom op. Maar omdat er... Hoe is... Omdat er nu tarwe in zit, kan ik dan... Wel... Even over de zakken heen rijden. Hashtag onrealistisch. Kak, nou heb ik hier tarwe in zitten. No! Oké, wacht even. Dat doet anders. Die. Dit zou moeten kunnen. Maar waarom werkt dit nou niet? Ik druk op R, maar er gebeurt niks. Oké, dat is... Dat is wel heel erg jammer dat dat niet wil. Dan moeten we toch ook verzendkosten betalen. Dat is wel jammer. Nou ja. Is niet anders. Dan kom je eigenlijk, nou ja, dat doet wel zo. Hé, dat is jammer. Dat is echt jammer dat we niet gewoon die kippen gewoon in de triller kunnen doen. Hij staat wel onder dieren, maar ik weet niet of je überhaupt dieren kan meenemen vanuit het ding. Dat heb ik nog nooit gedaan. Erg, hè? We hebben 4 zakken, ja. Nou, rijden we terug naar de boerderij. Oh, dat is wel jammer, hoor. En dan gaan we kipjes kopen, dacht ik zo. Oh, dan moet... Wacht even. We rijden eerst even terug. Want we moeten van die eierpellets hebben natuurlijk, hè. Die moeten we ook hebben. Nou. Pellets, die zijn er. We kunnen ze inladen bij de auto. Moet wel op de goede manier doen. Ik ben hier zo slecht in. Waarom wil dat nou niet? Wat ze dan weer te horen. Nee, die kunnen we zo achter in de trailer laden. Ik gebruik ook nooit een heftruck, hè. Erg, hè. Passen ze er een keer net niet in. Ja hoor, ze passen niet. Gadver. Nou, dan laten we het maar balanceren. Dan pakken we de andere maar. Eigenlijk moeten ze andersom. Maar goed. En dan kunnen we ze thuis, kunnen we ze met een JCB eruit pakken. Oké. Die kunnen we wel een klein beetje aandrukken. Dan hoop ik dat die spanbanden werken. Met de pellets. Zo. Ja. Parkeren we deze terug. Hoppakee. Mooi. En ik kom er net achter trouwens. Dat ik de deur van de auto los kan doen. Dat kan alleen als ik in de auto zit. Kijk, ik kan het even... Waarom zit ik vast? Hallo. Ik zat vast, zag je dat? Kijk, als ik erin ga zitten. Kijk, ik kan de deur open doen. Ik kan de motorkap los doen. Dan... Wat kunnen we nog meer? We kunnen dit nog, we kunnen hier nog iets doen. Ik laat het raampje open of zo. En deze. Op en neer. Nou ja, maakt niet uit. In ieder geval, deur dicht. Is alles dicht? Die dicht. Die dicht, die dicht. Nou, op naar huis. Dan kunnen we dit in ieder geval uitladen. En dan gaan we kipjes kopen. We kunnen nou toch niet oogsten, want het is vies weer. Kijk eens even. Perfect hoor. Dit gaat perfect. Zijn we. Ta-ta-ta-ta. Nou, mooi. Het begint wel een beetje donker te worden. Dat is wel een dingetje. Maar het gaat de goede kant op. Ik merk, wat ik alleen wel, volgens mij moeten wij de trek aan de kant zetten. Hè? Ja, ik heb de deur losgelaten. Foei, Lars. Ja, maar dat nou zou ik dus nu, ja, goed. Ik kan die deur wel los doen, maar dat is een beetje lastig.
Die open, die open, die open. Dan moeten we eerst deze aan de kant doen, want hier spawnen die eieren natuurlijk. Dus... zet die even ergens anders neer. Dit is officieel een ingang, maar ik zet hem hartstikke mooi hier neer. Kijk eens even wat mooi. In de ruïnes. Deur dicht. Mooi. Ja. Want hier spannen die eieren. En dit is de kippenren. Denk ik. Dus als ik hier nou op klik, kunnen we een paar kippen kopen. Ik wil in ieder geval één haan. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, we zitten ook. Er gaan ook niet meer. Ze lopen wel over het erf in. Dat is wel leuk. Er gaat niet meer. Er zit een stuk of 35, ja, 35 kippen zitten erin, maar dat is ook zat. Mevrouw de kip, zou u. Dankjewel. Kippen van tegenwoordig. Die los. Heb ik hier, er vliegt een kip. Welkom bij farming. Kijk, en dan kunnen we dus met deze tool. Kunnen wij dus. Kan ik deze deur los doen? Nee, maar deze kan het ook niet. Dat is jammer. Zo. En dan kunnen we die dingen eruit halen. Hier hebben we daar geen pelletvork, maar goed. Pas op voor de kipjes. Ik hoop dat ik er ook eentje meer neem en niet alle twee. Ik neem ze alle twee meer. Nou, vooruit. Omdat het farming physics zijn. En ook gewoon op de manier hoe, zie je dat? Zo! Kijk, die kunnen hier hartstikke mooi hier staan. Zo, ja. En dan moeten we even die zakken met graan moeten we eventjes er naartoe doen. Hou die JCB aan de kant. Ah, het is wel leuk dat de kipjes rondlopen hier. Dat is wel geinig. Ik had eigenlijk liever een andere JCB willen doen, maar die Deckwind heeft zo'n hele mooie JCB. Maar die kan ik niet vinden. Helaas. Dat is zo'n mooie JCB als deze. Maar goed, je kunt die alles hebben. Nou, dan moeten we deze hebben. Die los, die los, die los en die los. Dan hoop ik dat wij genoeg hebben. Dat denk ik niet. Het is maar 50 liter. Minder dan een halve dag. Ja, nou goed, ik weet het niet zomaar rijden met die kipjes, maar... Oh! Natuurlijk, die dingen zitten los. Want we missen ook een zak. Dat was een foutje. Moet dan nog een tripje naar de winkel doen, joh. We hebben niks op voorraad, hè. En minder dan een dag voer. En anders doen we vandaag een beetje in de weer rijden, joh. Ja, het is toch scheet weer. Kijk, want we hebben nu... Dit voer is nu... 11%. En dat waren 4 dozen. Dus als ik nu... nog meer van die... bijvoorbeeld een pallet met kippenvoer koop. Ik zit vast. Dan kan ik die hier inladen. Dan moeten we toch even een tripje naar de winkel doen. Ik zit weer vast. Tripje naar de winkel, dan doen we dat maar even. Want de kippen die moeten natuurlijk wel... wel genoeg voer hebben. Dan is het even... Ja, dit is niet anders jongens. Dus we hebben lekker een beetje aan het rijden in deze aflevering. Ja, dat hoort er ook bij. De zonnebloemen zijn wel klaar om te oogsten. Dus dan zouden we die bek kunnen huren of kopen. Dan moeten we... Oh, vreselijk. Kunnen die bek niet ophalen? Als we een klein bekje doen, kunnen we die niet op de... kunnen we die niet hierop doen? Of daar we, weet ik veel, een vrachtwagen vragen die het komt brengen. Oh, domme. Als ik helemaal met die combine helemaal naar de winkel moet, dat is een end. Nou ja, kom vanzelf. Op weer naar de winkel en een paar van die zakken kopen. Of, misschien dat een pallet wel beter is. Daar zijn we weer. Laten we direct even omdraaien, want dat is misschien iets makkelijker laden met het ding. Ja, wat nou? Kunnen we het zo wel doen. Hoppakee.
Alleen jammer dat die andere dan ook losgaat. Maar goed. God, zit ik weer vast in dat ding. Vreselijk. Yes. Wat hebben wij? Wat kunnen we allemaal kopen? Seed pellet, sugarcane, limestone, solid, cow manure, liquid, premium chicken food. Dat is 4200 liter aan... aan voer. Dat is wel genoeg. Standard and bulk sizer with clear and label plastic wrap. Oké. Okay. Kunnen zelfs nog een wrap omheen doen. Dat is wel geinig. Nee, we hoeven geen bulk pellet. Dit is wel 2100 liter. Ah, dit is wel genoeg toch? Dat we in zo'n pellet bestellen. Dan laten we die eventjes in. En dan kunnen we gaan. Nou, dan stappen we hier in €1800. Kijk, scheelt dat we natuurlijk nu geld hebben. Ja, omdat jullie zeiden van je mag €50.000 doen, dus hebben we dat ook gedaan. En dan maken we er ook gebruik van, hè. Maar dat moet ook. Wordt nog wel weer lager. Jongens, hoe werken die pellets? Ik krijg er een kind van. Waarom zit ik nou niet goed? Oh, ik moet nog lager. Oké. Okay. Dan laden we deze in. Oh nee. Wat was ik vergeten? Oh, wat erg. Oh, ik was het vergeten. No! Nou ja, goed. We keepen het wel neer en anders vinden we het wel een mooi plekje. Oh, droppen. Voor mij heb ik een enorme dead zone op mijn gas, want alles trekt heel langzaam op en ik kan niet harder dan 60 met de auto. Of dat komt omdat ik iets nog niet helemaal goed heb vastgeklikt bij de auto. Ja, maar dat is de stekker, die zit eraan. Ja, er zit verder niks. Nou ja, zo wel. Spanbandjes eromheen. Die kan wel weg. Spanbandjes eromheen, klep dicht. En wegrijden. En die moet ook dicht. Nou, we kunnen weer terug naar huis. En we zijn ook een halve tank kwijt. Oh nee. Dan hebben we dit gezegd. Dan is die winkel weer dicht. Je kiek eens even, jongens. Hey. Oh, er zit hier wel behoorlijk wat onkruid in. Oeh, dit moeten we wel spuiten. Ik moest de tijd even doorspoelen, want het werd heel erg donker. We moeten dit wel spuiten met onkruid. Dat is wel belangrijk, ja. Kunnen we zeker weer terug om een pallet onkruid verdeel te halen. Gadver, we blijven maar rijden. Maar goed, is niet zo erg. Misschien dat we dat zo meteen nog wel even kunnen. Dan kunnen we met de trekker er eventueel weer in. Want ik wil eerst even die kip op orde hebben. Want het veld is in ieder geval klaar. Dit veld hier rechts is ook klaar. Die kunnen we ook oogsten, maar dat doen we de volgende keer wel. Hier zit geen onkruid in voor mij. Als ik dat zo zie. Nee, voor mij niet. Dus dat stop. Ik moet eerst even die pellet eraf halen, want dat gaat niet goed zo. Want straks heb ik de driller nog vol en dan... Of straks heb ik... Ja, dan is de pellet leeg, maar dan is de driller nog vol. Dat is ook niet helemaal de bedoeling. Zetten we die weer even hier neer. Zo. Even de pallet losmaken. Dan moeten we even de JCB weer hebben. Even die pallet aan de kant zetten. En dan proberen zoveel mogelijk die trillen te leren. Als het goed is werkt het alleen met blipbags, zodat ik niet het hele apparaat optil. Nee, zie je? Top! Waar zetten we deze neer? Is het misschien leuk om hem daar bovenop te zetten? Nee, we kunnen beter in het schap zetten. Dat heeft wel wat. Maar dan natuurlijk wel op het uiterste bovenste puntje van het schap. Dit moet ik trouwens ook even aanpassen. Ok. Of kom ik daar niet? Nou, kiek eens even. Hey, yo hoor. Niemand kan voerjatten. Oh! Verdorie. Niemand kan voerjatten. Oh.
Zo, niemand kan voerjatten. Gaat dat goed? Als iemand voer nodig heeft, ligt daar, hè? Ja, we hebben niet voor niks zo'n mooi schap. Nou, dan zetten we deze terug en dan rijden we met de auto terug. Achterwaarts bij de kippen. Zo. Ja, ik mag er niet over de kippen heen rijden, maar goed. Zo. Kip, doorlopen, niet in mijn ding lopen, alsjeblieft. Oh, ik word gebeld, ik ben aan het opnemen. Ga weg. Tarwe. Krijgen we alles erin of krijgen we niet alles erin? Ik denk het wel. Ja, het voer is nu voor 7 dagen. Nou, we hebben nog een pallet. Maar dat doen we de volgende keer wel. Op een keer. Zo, dan zetten we de auto... waar zetten we de trailer eigenlijk neer? Die laten we er niet achter. Die laten we er niet achter. Even kijken hoor. Zo, en dan die even op die, want straks wilt hij me weer terug. Als het belangrijk is, zie ik dat zo meteen wel, bel ik helemaal terug. Zo, dit zetten we hier neer. Oké. Die zetten we daar neer. En de oude zetten we hier neer. Nou, en dan kunnen we de volgende keer, zouden we dus de zonnebloemen kunnen oogsten. Ja, moet alleen even kijken hoe we dat met die back doen. Want om helemaal met die combine daar naartoe te rijden is ook weer zoiets. Maar goed, het hoort er eigenlijk wel bij. Of we kunnen hem ook laten afleveren. Dat is misschien ook wel een idee. Nou, even, de zaakjes, even. Een dinges huren. Een vrachtwagen met een diepladen. En dat we met de auto daarheen rijden. En dat we een medewerker even vragen of die... in de auto kan stappen en dat hij mee terug kan rijden. Of andersom, dat kan natuurlijk ook. Dat ik in de auto terugrijd dat een van die medewerkers mee rijdt. Dat kan ook. Ja, ik zit even te denken. Kunnen wij nu nog even wat doen? Of zullen we er een einde aan breien? Want ja, goed, het is bij me alleen maar met de kippen bezig geweest. Dus dan is het niet zo'n hele lange video. Maar goed, we hebben in ieder geval een nieuw veldje erbij. Dat oude veldje hebben we verkocht. We moeten ook even een prijs bedenken voor die boerderij aan die kant. Dus als jullie suggesties hebben, let me know in de comments. En geef het ook een like als je er mee eens bent. En we hebben hier ook diesel, dat is wel fijn. Dus laat weten als je er mee eens bent. Dan denk ik dat het mooi is geweest. Het is misschien een beetje een kort aflevering, jongens. Excuses daarvoor. Maar ja, ik heb binnenkort... ja, is dat vanavond? Ja, vanavond heb ik wel leuk nieuws op vrijdag op Twitch. Dan speel ik NPH roleplay vanavond op Twitch. Dan meld ik het eventjes. Ja, deze video komt er zondag online, maar dan zal ik er dinsdag. Ja, moet even kijken. Maar ik heb wel leuk nieuws. Of ik kan het nog wel even vertellen. Zal ik nog even vertellen? Heb ik die hier op staan? Even kijken hoor. Als ik naar camera ga, wat doet hij dan? Hi! Hij is een beetje ingezoomd, moet je niet naar kijken. Voor de mensen die je op Twitch ook hebben meegekregen, is het zo dat mijn huurcontract wordt niet verlengd in dit huis. Dat betekent dus dat ik hier niet kan blijven wonen. En dinsdag hebben wij een sleuteloverdracht voor het nieuwe huis. Dus dat is hartstikke leuk. Ros en ik hebben een huis gevonden, niet gekocht, gehuurd van een woningbouw. En daar kunnen we er dus niet worden uitgetrapt. Het is wel een klein huis als dit. Maar goed, het is wel weer wat knussen. Dus het is even passen naar meten hoe het zit met de studio en zo. Maar dat komt helemaal goed. Ik probeer dan zoveel mogelijk op te nemen. Zodat ik bezig ben in het huis. En dat er niet video's missen. Ik doe mijn best. Want we moeten schilderen. Er moet vloer worden gelegd. We moeten verhuizen. Het hele zootje. Dus ja, dat is het leuke nieuws. We hebben gelukkig een huis gevonden. Omdat ons huurcontract, of ja, mijn huurcontract niet werd verlengd.
moet ik hier eruit, want ik huur nu particulier dit huis, dus dat is een beetje vervelend. Maar nu hebben we dus een huur van de woningbouw. Dus we hebben een mooi huisje gevonden. Dus daar ben ik hartstikke blij mee. En dan kunnen wij zo lang mogelijk wonen als we willen. Dus we zijn mooi settled dan. Gelukkig met z'n tweeën. Dus dat is het leuke nieuws. Dat ga ik vanavond ook op Twitch vertellen. Mocht jullie dit leuke video hebben gevonden, mag je het belonen met een blauw duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd, doe dat ook eventjes. Laat het weten in de reacties. Ben je ermee eens, doe daar ook eventjes een like. Want dan komt hij bovenaan. Dat is altijd wel makkelijk om te kijken. En als jullie suggesties hebben, let me know natuurlijk. En dan zie ik jullie heel graag de volgende keer weer. Bij een gloednieuwe video. Call him!